Hallo allemaal en welkom bij TCG & Toys. Vandaag gaan we weer verder met Champion Pet opening. Ik heb van jullie deze box, de Chichester Champion Pet Space Collection Fake. Had ik die andere opengemaakt en nu heb ik deze opengemaakt. Hopelijk heb ik hier goed uit. Hier heb ik hetzelfde. Weer twee dozen van elk. Mooie promo kaart van Colossal en Leptus. Zo. Dat is Colossal. En dat is Leprous. En 5 pakjes Champion Pet. Oh, 2 pins. Ik laat het zo allemaal zien hoor. Hanok is deze even openmaken, als hij wil. Het is gewoon lekker open scheuren, dat is gewoon het makkelijkste. Niet aan de zijkant, maar gewoon zo. Oh, ik zie hem. Hier liggen mijn sleeves. Ze liggen op de grond. Ik heb toch mijn sleeves al, maar ze liggen op de grond. 2 pins. Hop. Hop, die gaat op de grond. Die gaat daarin. Deze gaat hierin. En deze blijft op de grond. Mooi. Ga ik eerst even deze twee sleeven. De Colossal. Dit is een mooie promo van Colossal. En een mooie promo van Leprous. Kijk. Nummer 51 en nummer 54. Deze twee hou ik, die gaat in mijn map. En deze twee heb ik ook de mooie pins. Van de badges die je kan verzamelen volgens mij. Die leggen we daar neer. Zo. Zo, 1 doos en 2 doos. Nou, deze gaan we lekker onderop neerleggen. En deze gaan we bovenop neerleggen. Oeh, kijk dan. Dan doen we het zo. Weer 10 pakjes om te gaan openmaken. Gaan we rennen. En elke Champion Pet krijg je een kaart. Een Champion kaart. Altijd een witte. En een hard trim. Een tin. Mama, Pokeball. Chislepeed, Sixagoon, Scraggy, Rockruff, Abok en een... Oeh, ik weet dat ik deze heb. Hot trainerkaart, die weet ik zeker. Die gaat gesleeved worden. Die heb ik al verleden keer opengemaakt in een pin collectie. Rotom Phone. Oeh, Epsom. Great Ball, Athena, Kakuna, Rockruff, Vulpix, Potion, Athena en een Lycanroc. Dat is 3. We hebben Milo, Sturker Stadion, Beedrill, Potion, Vulpix, Machop, Wallacolly, Cafenia, Professor Wishart en... Oeh, een full art. Dwetna full art. Oeh, dat zijn er al 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nog 2 pakjes. We hebben Milo. Abok. Bede. Swablu. Kakuna. Pokeball. Machop. Athena, Wallacolly en Zygarde. Laatste pakje van de eerste doos. Oh. We hebben Potion, Rotom Phone, Epsil, Rockruff, Weedle, Swablu,
Kakuna, Pokeball, Fusion en een Gridlock. Deze kan ik alvast in sleeven, want ik heb een verleden keer in de vorige video heb ik deze al geopend. En volgens mij, dat was de laatste. Dus dit is de eerste doos. Gaan we naar de tweede doos. We hebben een Hyper Potion. Sharpedo, Tuffle Stadium, Zigzagoon, Vilpix, Wrackwrath, Purloin, Nickit. Weer zo'n Special Energy en een Hatena. Hatterena. Weer zo'n special mooie kaart. Als je nou de Rainbow Ratchet zou spoelen, dan heb je het heel goed gepakt. Weedle, Xablo, Kakuna, Pokeball, Machop. Weer zo eentje. En een, oeh, is Sinnoh. Oeh, dat is de tweede doos, hè? Ik vind het wel mooier, die dingen. Maar, Hatterem. Nilo, Great Ball, Swablu, Inkei, Athena, Kakuna, Rockruff, Epsil. Oh, Full Art Card, Cardiff, Ravi. Wow, we hebben nu al twee, hè. Krijgen we nog eentje erbij, dan is dit echt twee goede dozen. Silver Stadium, Victini, Hartwin, Purloin, Pokeball, Lanoon, Crafty en een Center Card. Onze laatste pakkie. Laatste pakkie voor deze video. Fruitball, Photophone, Inkei, Roller Collie, Sisterpie, Purloin, Scraggy, Pokeball en een Machamp. Oeh, we hadden het bijna, maar ik vind het wel een goeie. Ja, wil je niks missen? Abonneer op mijn kanaal. Volgende keer ga ik weer een video maken. Ik weet geen eens wat ik ga maken. Ik zie het wel. Misschien gaan we verder met Champion Pets. Want dat er dan zoveel dingen toen ik deze video maak nog dingen uitkomen. En hopelijk volgende keer weer. Tot dan. Bye bye. Doei.